Goedenavond iedereen. Hallo. Dag allemaal. Stil zijn. Ja, het is een beetje lekker boven de kermismuziek uit proberen te komen. Dus we hebben heel fijn een gratis soundcheck erbij vanavond. Maar ik denk dat we het allemaal wel kunnen volgen zo. In ieder geval hartstikke leuk dat jullie er zijn weer. Ik ben Roxanne Schrijber, voor wie mij nog niet kent. Dus ik organiseer de filmclub samen met René Duusma, die hier al klaar zit. Jij organiseert, hè? Jawel, maar we doen het ook wel samen. Hè? Samenwerken. Organiseren doen we samen, organiseren doe jij. Oké. Check. Nou, helder. Van harte welkom dus. En ik heb altijd vooraf een aantal tips. Die zijn ook wel op onze website terug te vinden, maar ik vertel ze gewoon eventjes. Dus dat is misschien even leuk voor jullie om naar te kijken. Op 21 mei is de première van Het Groene Goud van Fedde Hoekstra. Dat is weer een Groningse nieuwe in het Forum. Om 4:15. Klopt hè, Bouke? Ja. En ook met Q&A van de regisseur. Dus Fedde is er dan ook bij. Dus dat wordt weer erg leuk, denk ik. Hopelijk kan ik er zelf ook bij zijn. Wat zag je, Yvonne? Kaarten zijn nog te verkrijgen. Oh, dat is maar goed ook. Anders is iedereen straks teleurgesteld. Ja. En op 25 mei is er ook in Groningen een netwerkevent van Mooie Dingenmakers. En zij koppelen het MKB en creatieve ZZP'ers aan elkaar. Dus dan word je ook wat makkelijk gemaakt om opdrachten binnen te slepen. Dus dat is misschien wel de moeite waard om ook naartoe te gaan. Sowieso om mensen te leren kennen. Mooie Dingenmakers heeft ook een heel mooi netwerk van ZZP'ers. Dus ook wel interessant om naar te kijken. MKB levert daar ook creatieve foutjes uit. Of tenminste, die worden daar uitgeleverd. Ja. Dus zodat MKB-bedrijf met korting creatievelingen kan inhuren. Dus laat je vooral zien als filmmaker. En dat je ook natuurlijk vertelt dat je als filmmaker hele bijzondere dingen kan doen voor het MKB. Levert geld op. De suiker. Ja. Ook mooie locatie. Dat zetten we al op de website of in de nieuwsbrief. Het staat sowieso al op de website. Het staat al op de website, zei ik. Ja, joh, ik heb het allemaal al gedaan. Op 27 mei is tijdens het festival Framed. 27 tot en met 29 mei is dat in het Forum een Industry Day. Dus het is de eerste editie van het festival, maar direct is er ook een hele dag voor professionals om bij te wonen. Dus Filmclub is daar ook weer bij. We hebben een editie over geluid en animatie. Maar er zijn ook andere interessante talks om bij te wonen. En het is ook weer een mooie gelegenheid om te netwerken. Onder andere de regisseur van Wallace & Gromit. Oeh, dat is leuk. Ja, en Knorr. En Knorr natuurlijk. Ja. Ja, daar heb jij aan meegewerkt, hè? Ja. Daarom zegt Wart het nooit hoor, hij meent het. Ik heb het wel in de tekst gezet ook. Ja. Doen we. Nou, thanks. En dan komen er nog wat deadlines aan voor het indienen van filmplannen. Dus bij VPRO Dorst en Teledoc Campus. Dus VPRO Dorst, daar kan Nienke misschien ook nog iets over vertellen. Ja, daar gaan we die het weet alles over van. Hebben, ja. Ja. Dus dat komt er nog over bij. Voor Teledoc Campus is meer voor documentaire. Maar allebei is het voor beginnende makers. Kun je je voor aanmelden. Dus die deadlines komen eraan. Kun je allemaal terugvinden op de website. En er staat ook wat we nog meer doen. Dus we zijn ook druk aan het lobbyen. En laten weten dat we er zijn. Lees je allemaal terug op de website. En dan gaan we nu even verder met het programma. We doen dit samen met het Internationaal Filmfestival Assen. Dus Herstelina Wolthuis is hier aanwezig om iets daarover te vertellen. Heel kort. En dan gaan we door naar Kiefilm met Hanneke Niens en Nienke Jurgens. En dan wens ik jullie een fijne avond. Bedankt. Hallo Herstelina. Hoi. Vertel, wat doe jij voor het Internationaal Filmfestival in Assen? Nou, heel veel. Heel veel, maar vooral, ik programmeer daar het kort filmprogramma, het talentprogramma. We hebben twee talentprogramma's. Eentje voor eentje kerstvers voor vrouwelijke filmmakers. En we hebben Noordsterren voor de noordelijke filmmakers. En dat doe je,
Dat doe je al 2-3 jaar? Of hoe lang doe je al dit? Al 5 jaar. 5 jaar, hier, kijk. Ja. En wat ik er altijd zo bijzonder aan vind, is dat je ook echt probeert om die makers wat mee te geven. Ik bedoel, deze masterclass had eigenlijk daar moeten plaatsvinden, maar er zijn nog veel meer dingen die je daar doet. Kan je daar wat over zeggen? En waarom jullie dat doen? Ja, zeker. Deze masterclass was inderdaad bedoeld om tijdens ons festival in maart plaats te vinden. Dat ging helaas niet door. Daarom zijn we hier nu met z'n allen. En wat wij graag willen, als maker kun je natuurlijk veel maken en dat naar een festival sturen en laten zien. En dat is het. En dat vinden wij dan een beetje jammer, want je kan nog veel meer. En er zijn heel veel makers. Dus wat wij willen met IFA tijdens het festival is om de makers ook een plek te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze van elkaar kunnen leren, maar ook van mensen die al wat verder zijn in het vak en wat meer en ook andere ervaring hebben. Dus wat we doen is, wij organiseren nu al een aantal jaar een masterclass. En we laten de films allemaal zien van de makers die er zijn. Zodat ze elkaars werk kunnen zien, dat ze met elkaar kunnen praten erover. En dit jaar hebben we ook, dat was ook een groot succes, ook een borrel waar iedereen nog erg lang met elkaar nagedacht. Wij dachten een uur, dat is genoeg, maar drie uur later was iedereen er nog. Ja. Dus dan zien we ook wel dat er ook behoefte aan is om met elkaar te praten. En zijn jullie nu alweer bezig voor de volgende editie? Zeker, ja, we zijn nu al, Henriette lacht al, we zijn nu al langzaam alweer plannen aan het maken over wat we volgend jaar kunnen doen wat we daarmee gaan doen. En ook voor volgend jaar alvast, in oktober gaat de inschrijving weer open voor ons volgende festival voor korte films. Ja, want jullie hebben altijd een speciaal evenement voor korte films en ook voor noordelijke films. Ja, klopt. En dat doet natuurlijk het Noordelijk Filmfestival ook, maar bij jullie is het net iets anders. Waarom? Omdat wij een net iets ander festival zijn, hebben we het net iets anders gemaakt. Ja, bij ons is het, bij Noordelijk is het heel groot, maar wij hebben het wat kleiner en daardoor is het wat intiemer. En bij ons heb je ook dus de combinatie met dat, het Noordelijk, als je dan hier komt of bij het Noordelijk Filmfestival, dan ken je op een gegeven moment de mensen wel. Weet je dan weer, jij bent er ook weer, dat is gezellig. Mm-hmm. Maar bij ons hebben we natuurlijk ook de makers uit heel Nederland die komen voor het programma Kerstvers. Dus het is ook interessant om met hun te praten en te kijken wat zij doen. En misschien met hun een samenwerking te beginnen. Ja, dat vind ik ook. Ik heb ook wel eens gesproken en iets gedaan. Ik vind het zo leuk dat jullie ook een borrel of een lunch of zoiets organiseren. Zodat mensen gewoon bij elkaar aan tafel zitten en gewoon relaxed met elkaar gaan praten. Ja. En daar komen ook altijd wel leuke dingen uit. Zijn er nog dingen die jullie anders gaan doen volgend jaar? Anders. Misschien meer hands-on workshops of. Die plannen hebben we wel elk jaar. Dus we gaan nog bezig met ons nieuwe plan. Dat moeten we nog maken. Dus Anne-Roos, schrijf mee. Zeker. Workshops meer. Dat soort dingen zijn wel die we heel graag willen. En ook dat het nog meer echt een plek wordt waar je van elkaar kunt leren en elkaar kunt ontmoeten. Ja. Ja, dank. En dank ook dat jullie de filmclub hebben gevraagd om een masterclass te geven. Geen vinden probleem. We altijd erg leuk. En dan mogen we nu naar de gasten van jullie masterclass toe. Ja, ik ben heel benieuwd. En Nienke Jurgens. Dankjewel, Hestelina. Even voor jullie duidelijkheid, dit is altijd heel informeel. Dus het kan zomaar zijn dat het publiek tussendoor ook dingen roept. En dan probeer ik dat te herhalen voor de opname. Wij zijn ook heel informeel. Heel fijn, heel goed. En als jullie tussendoor nog een biertje of een wijntje of een glaasje water willen, laat het even weten, dan regelen we dat. Dus, Super, dankjewel. Hanneke Niens en Nienke Jurgens van Keyfilm. Ik moet zeggen dat de naam Keyfilm, het logo komt me bekend voor, want dat heb ik vaak gezien natuurlijk als je naar een film kijkt. Maar Keyfilm, dat ging niet meteen bij mij een belletje rinkelen, terwijl ik dat bij Septemberfilm wel een beetje heb. En dan kijk ik naar al die films die ik weet ik veel hoeveel, 60%, 70% van alle films al gezien te hebben. Dus ik heb een paar extra films gekeken voor deze masterclass. En jullie doen eigenlijk ontzettend veel en ook ontzettend breed. Wanneer is dat ontstaan, Keyfilm? Dat is alweer bijna 15 jaar geleden. Ik had eerst een ander bedrijf, dat heette Idee 2 Film. Dat had ik met een andere businesspartner. En toen hadden we echt het idee om een groot bedrijf te zijn, 3-4 speelfilms per jaar te realiseren. En dat begon met films als De Tweeling, Cloaca, Van God Los. Die films waren ook succesvol. Maar toen merkte ik hoe groter we werden, hoe groter de afstand tussen jou en waar het gebeurt, de makers, de schrijvers en de regisseurs,
He, want er komen lagen tussen, er komen dramaturgen tussen, er komen scriptconsultants tussen. En uiteindelijk voelde ik me meer de manager van een bedrijf. Of dat nou een toilettenrollenfabriek of een filmbedrijf was, dat voelde je bijna niet meer. En ik ben heel nadrukkelijk een filmproducent. Dus korte lijnen, nauw samenwerken met schrijvers en regisseurs. En toen de aandeelhouders, want ik had geen aandelen in dat bedrijf, terwijl ik het wel had opgezet. Dat is niet zo handig, maar oké. Toen die besloten dat we nog groter zouden worden en dat ze dus een bedrijf uit de markt wilden plukken. Toen dacht ik, nou, volgens mij moeten we nu iets verzinnen waar we allebei happier van worden. Dus geef mij de ruimte om een nieuw bedrijf te starten en gaan jullie met het grotere bedrijf verder wat na 4 jaar niet meer bestond. En toen ben ik Kifilm begonnen met een andere partner, maar die is nu met pensioen. Maar dat is een jaar of 15 geleden. En we hebben toen altijd gezegd, wat er ook gebeurt, we blijven klein. Heel zichtbaar, een speler in de markt, maar klein. En dat is misschien ook, René, waarom jij zegt, ik hoor niet zo vaak over Kifilm. Ja, misschien hoor je meer over bedrijven die volume hebben in personeel en dan... Het is ook een kwestie van branding. Jullie schreeuwen niet zo hard, maar doen gewoon heel veel. Ja, met een heel klein team. Want naast Nienke en ik zijn er nog drie anderen. Ja, met schrijfjes. En er dus heeft niemand een burn-out, er is niemand overspannen. En toch doen we heel veel. Zeker. Ja. En jij bent er relatief nieuw, denk ik. Ja, klopt. Hoe lang zit je hierbij? Dat is nu 8 maanden, 9 maanden dat ik bij Kifilm zit. Ja. Als de nieuwe creative producer heet dat dan. Maar we mogen onze eigen functies titelen, zoals Hanneke altijd zegt. Jij wilde dat zij meekwam vandaag. Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. Nou, daar zal Nienke zo ook wel veel over vertellen. Ik denk dat het interessant is. Ik vind het tenminste heel interessant om te zien dat Nienke dingen weer heel anders aanpakt dan ik. Ik bedoel, er zitten generaties tussen ons. Hoe vindt zij nieuwe makers? Hoe gaat zij om met de tijdgeest? Wat vindt ze interessante verhalen om te vertellen? Ja. Dus hoe kort Nienke ook binnen Kifilm werkt. Ja. Ik leer echt van haar, omdat zij gewoon een heel ander beeld weer heeft. En dus ook weer andere makers vaak van haar eigen generatie aanspreekt. Want iets wat we aan het eind van de avond zullen zien, ik probeer tussendoor ook af en toe een paar trailers of fragmenten te laten zien. Iets wat we aan het eind van de avond zullen merken is hoe ontzettend divers en breed jullie maken. En daar is jouw films die passen daar eigenlijk naadloos in. Weer een andere, iets andere hoek of met heel veel humor of een beetje surrealistisch. Maar eigenlijk past dat gewoon in wat jullie al deden. Dus dat vind ik wel dat is goed gescout zou je kunnen zeggen. Nou, dankjewel. En ik wil dat ook gelijk even doen. Ik wil even naar de film toe. Want een film die op mij wel veel indruk heeft gemaakt is Reports on Sarah and Celine. Jullie hebben ook Soof gemaakt, gaan we straks zo even naar kijken. En meer romcom-achtige films. En dan kom ik deze film ook tegen. En ik word er altijd heel blij van als mensen zo verschillend en zo breed kunnen werken. Maar laten we eerst even naar de trailer gaan kijken. Het is een niet-Nederlandse film. Dat wil zeggen co-productie. Jullie zijn Nederlands natuurlijk, dus in die zin een Nederlandse co-productie. Maar het speelt zich af in Israël en de Gazastrook, denk ik. Of was die Bethlehem, hebben ze het over? Het gaat echt over Palestina en Israël. Ja. En de makers zijn Palestijns. En zochten co-producenten. En wij waren daar één van. En we zitten nu ook alweer in hun nieuwe film. En zij zijn ondertussen een stuk bekender geworden. Dus deze film is niet alleen ondersteund vanuit Nederland, maar ook vanuit de UK en Duitsland. En vergeet ik er vast eentje. Hij duurt 2 uur. En ik dacht eerst, is dat niet wat lang voor zo'n film? Zo'n onderwerp? Maar ik heb echt geboeid aan het scherm gezeten. Dus ga even kijken. أنا ما سويت إيش من اللي بيحكون. خالي بكش ليلى. إيش لي يوم مش لو أخلص صوت ليلى. زي البيت لحم أخوري قدير. بتعرف تيجي متفين؟ أوفا. بسدر. دارين كوريم. كشام كوريم. مسكرين لنا ما بأمت خشوب. الخصيم شلنا.
זה היה בחור פלסטיני. تحمت قوات الاحتلال عددا من المقرات الى اجتياح قوات كبيره من جيش الاحتلال في مدينتي بيت لحم وراس الليل استبر شخد الناس اللي عصرنا بس لقيت الكافيه شلح احكي لي عن المره اي مره اللي شغلت معكم سليم كيف سليم سليم תזכר לי שמה הלך? פשוט בוא לא נעשה את זה יותר ממה שזה, אוקיי? שרה, זה רק דרינק. האם לא כאלה מסובכים? עד השעה בבישטל, מה? איך נטלב למנו ג'ור איג'יר הוי ג'יבל מתלה? ביסן על אז. על חייאני או על כזה? שאת ביסן? חסיתי מה ראי נג'ור ושוב ניסו הנרד? If you want to clear your conscience, tell the truth. Ja, het is, ik moest ook ergens op de een of andere manier aan Gegen die Wand denken. Omdat het ook gaat over een onvermogen tot bij elkaar komen, gescheiden werelden. Ik moet er ook bij zeggen dat de trailer wat heftiger overkomt dan de film zelf. Want eigenlijk gaat het je krijgt alle tijd in de film om aan de hoofdpersonen te wennen. Het is in het begin ook heel vrolijk en leuk en een leuk inkijkje in een andere wereld. En langzaamaan word je naar binnen getrokken naar de moeilijkheden van het leven in een bezet gebied. Of de moeilijkheden om bezetter te zijn zelfs. Ja. Wat is nou, als je daaraan werkt als producent, wat is dan de grootste uitdaging? Vaak in een minoritaire co-productie, dat is dat als een ander land de lead neemt in het ontwikkelen van een idee en vaak ook met de meeste financiering komt, maar toch buiten zijn eigen land financiering nodig heeft en naar andere landen uitreikt, in dit geval dus naar ons in Nederland, dan zijn wij de kleinste co-producent, een minoritaire co-producent. En dan ben je vooral supportive, je bent niet in de lead, je hebt niet het laatste woord, je probeert overal te helpen waar je helpen kunt op inhoudelijk, productioneel en financieel gebied. Voor de makers was de grootste uitdaging om de film te draaien. Want de film, als ik nu de trailer zie, denk ik, wow, waar gaat die film over? Maar daar heb je dus ook geen invloed op. Maar ik realiseer me dat nu pas. Ja, maar de film gaat hetzelfde, hoor. Ja. Want ik heb hem net gezien en ik dacht, eigenlijk is die trailer te heftig voor wat je wil vertellen. Ja, ja. Dus soms zijn moeilijke trailers maken. Is ook weer een vak apart. Ja. Heel anders dan een film maken. Ja, maar in deze film wordt eigenlijk in... Het zijn een man en een vrouw, die zijn allebei getrouwd en die hebben een buitenechtelijke relatie. Nou, normaal als dat uitkomt, dan heb je een familiedrama, punt. Maar deze makers, Mariette en Rami Alian, dat zijn Palestijnse broers, schrijver, regisseur, producent, die vertellen eigenlijk door dit hele persoonlijke verhaal een heel groot verhaal, want zij gaan stiekem in het busje de grens over om te vrijen, maar er wordt gedacht dat die vrouw wordt gerecruiteerd voor de Palestijnen, wordt groots politiek, hij komt in een gevangenis, er vallen doden bij. Dus iets wat heel klein is, wordt door de situatie tussen Palestina en Israël iets heel erg groots. En dat is ook weer in hun nieuwe film hoe zij zo prachtig kunnen vertellen. Ja. Dus voor ons was eigenlijk de enige uitdaging helpen zorgen dat die film er komt. Voor hun was het de uitdaging dat ze zijn weggeschoten, requisieten zijn vertrapt, zijn mensen gevangen genomen omdat er zogenaamd geen vergunning was afgegeven of men herkende de vergunning opeens niet meer. Zijn mensen ook van beide kanten, alleen van de Israëlische kant? Van Israël naar Palestina, dat dan jammer genoeg wel. Ja. Dus dat was voor hun een grote uitdaging. Ja. Ik had een interview gezien met de maker van die idol, Hani Abu Assad. Die. Die vertelde ook dat hij moest in Jenin filmen, geloof ik. En hij mocht, uiteindelijk had hij 3 dagen in Gaza. 1 productiedag en 2 filmdagen. Terwijl een film die heeft al, ik denk, 20-30 draaidagen. Dat liet ook al zien hoe moeilijk dat is. Wat kan je daar vanuit Nederland dan aan doen? Heel weinig. We zitten ook in de nieuwe film van Hani, Hura Saloon. Die komt... uit mijn hoofd volgende week donderdag uit in Nederland. En 2 van de hoofdrolspeelsters die zijn gevlucht naar Canada omdat ze door de rol die ze speelden
geen leven hebben in Palestina. En die film komt daar ook niet uit. Hm. Ja. Maar ja, hij probeert toch zijn verhalen te vertellen. Ja. Ja, en dan moet ik ook denken aan de complete andere kant. Hm. Going Rectal. Een film die jij hebt geproduceerd. Ja. En die heb ik ook gezien, staat op YouTube trouwens, kunnen jullie terugvinden. En ik zit ook in een band, dus ik herken er ook heel veel onzin en flauwekul van. Ja. Hoe kom je aan zo'n productie? Mm-hmm. Dit is niet een VPRO-dorst ding, geloof ik, hè? Wel VPRO-dorst. Oh, ja, oh, okay. VPRO-dorst. Dan is dat al logisch, hè? Ja, klopt. Dat is een van de eerste producties die ik heb geproduceerd ook. Na mijn stage, maar dat was eigenlijk de maker, Dennis Alink, die bij ons dat indiende, dat pitchte, zoals dat dan Jij werkte gaat. Toen bij de VPRO. Toen werkte ik inderdaad bij Dorst, bij VPRO Dorst, dus het talentplatform. En daar heb je dan natuurlijk de luxe dat mensen, doordat het platform bestaat, gaan pitchen. En nu als producent, dan werkt het juist weer meer op Keyfilm als merk en of Hanneke of mij dat ze kennen. Maar dan is het meer de VPRO aan zich dat je kent. En dan is jong talent, die gaat dan naar VPRO Dorst toe. En Dennis was net afgestudeerd van de Filmacademie. Dus die wilde heel graag eigenlijk, die is heel veel bezig met Herman Brood. En die heeft ook later een film gemaakt over Herman Brood. Maar is echt heel erg veel met muziek bezig. Dus die wilde graag een film van een verhaal vertellen over muzikanten. Ja. En dus toen hadden wij eigenlijk na ontwikkeling besloten wat zou nou interessant zijn om te volgen. En die band had zichzelf eigenlijk een doel gesteld. We mogen nog een jaar dit doen. En als we het binnen een jaar niet hebben gemaakt, dan moeten we allemaal stoppen. Ja. Dus dan heb je meteen de boog en dan weet je ook hoe lang je eigenlijk moet volgen. Ja, dat scheelt. Ja. Als ze zich eraan houden, maar dat hebben ze gedaan. Ja. Ja. We gaan even naar de trailer kijken. Ik moet hem even opzoeken hoor, want ik beetje door elkaar staan hier. Even kijken, ik denk dat het deze is, ja. Wees gewaarschuwd. De wereld van deze jonge man is niet voor de conservatieve gesloten geest. Het is een weerzinwekkend verhaal. Vol sociaal uitschot, misbruik van drank en middelen ter drogering van de geest, komkommers en seksuele escapades. Het is de wereld van de Rectum Raiders. Helaas vrees ik dat er uiteindelijk geen mogelijkheid gaat zijn om de Rectum Raiders een uitnodiging te doen. Yo, ik kreeg een bericht van Jeroen. En Lowlands is off the hook, helaas. Als we dan rond dezelfde tijd weer zitten met zo'n album achter de rug en we doen nog steeds dezelfde shows en hebben nog steeds zoiets van oké, waar zijn we nou? Dan is het wat mij betreft gewoon afgelopen. Dan moeten we iets anders gaan doen. Dan werkt het niet. Een band kost gewoon, moet je gewoon dingen voor opofferen. Of het nou een relatie is of iets anders is. Maar waarom ben ik prima als ik niet dit leven heb? Nee, dan ben ik niet prima als ik dit leven niet heb. Het had nu al moeten rollen. Het moet nu rollen, want het is niet nu beginnen. Wij moeten nog heel veel moeite in steken. Wat, je spreekt jezelf tegen. Wil je het maken of niet? I'm gaan we het maken of niet? Jozef, ja. Dit wordt het jaar van de fucking Rectum! Rectum Raiders? Wat een kutnaam, it doesn't make any sense. Maar het is wel vet. Wel vet. Nog steeds. Ja. Wat is de tol die je betaalt voor succes? Is die prijs vriendschap? Is die prijs identiteit? Of misschien zelfs je geestelijke gezondheid? Is het waanzin? Je gaat het zien, maar wees gewaarschuwd. Door de VPRO. Ik zou graag nog wat meer willen weten voor de mensen hier, want er is nog weer een opening tot, ik geloof, 27 of 30 mei voor het Dorst om een nieuwe inzending te doen. Wat je daarvoor zou moeten doen en wat je daarvoor al zou moeten kunnen? Ja, goede vraag. Ja, kijk, Dorst is, richt zich wel meer ook op autodidactenmakers, in de zin van, je hoeft niet per se Filmacademie te hebben gedaan. Hebben we veel van in Groningen. Ja, zeker, want je hebt natuurlijk geen Filmacademie hier. Dus dan is het ook logisch als je autodidact zou zijn. Dus in dat opzicht, iedereen kan zich aanmelden. En ze,
ze zeggen jonge makers, maar jong kan natuurlijk ook nieuw betekenen. Als in, je kan 60 zijn en nieuw in film zijn en dan ben je ook jong. Ja. Dus aanstormend talent. Ja. En ik las ergens dat je niet een titel langer dan 10 minuten op je naam had mogen staan. Doen ze daar heel strikt over, als je idee gewoon knijtergoed is? Ik weet niet hoe ze daar nu in staan, omdat ik natuurlijk al een tijdje weg ben. Maar à la VPRO is het altijd, als het echt goed is, dan maken we een uitzondering. Dus Precies, ja, zou je daar niet door weg laten jagen. Wat heb jij als producent moeten doen voor deze film? Was het vooral alle ballen bij elkaar houden? Zorgen dat iedereen... Het lijkt mij dat als je met zo'n band op stap gaat, dat het gewoon heel chaotisch is. Ja. Nou, het is misschien ook wel goed om uit te leggen. Ik weet nog niet wat iedereen weet over produceren. In de zin van, je hebt natuurlijk een producent en je hebt een uitvoerend producent en een productieleider. En een uitvoerend producent of een productieleider, dat is echt het productieteam. Dus die gaat de locatie regelen en een camera. En die gaat de cameraman bellen en die gaat onderhandelen met iedereen. Dat is echt het regelen van de draaidagen zelf. En een producent die hangt er eigenlijk boven, die is het startpunt van het verhaal. En die scout talent, of het talent klopt bij ons aan. En dan gaan wij weer op zoek naar een productieteam. Ja. En die gaat dan over het budget en wij kijken wel toe van, hey, gaat het goed en kunnen we helpen? En oeh, daar gaan we over budget of daar gaat iets mis en dan kunnen we bijsturen. Maar dat leg ik even uit, omdat ik bij Dorst was ik en de uitvoerend producent en de producent. Ja. Maar dan natuurlijk op hele kleine schaal. Dus het is niet vergelijkbaar met wat Keyfilm doet. De grootte van de projecten, de grootte van de makers, de grootte van de budgetten, de grootte van het bereik. Dat is allemaal niet vergelijkbaar. Maar even om uit te leggen, hier was ik dus nog uitvoerend producent. Nu doe ik dat niet meer, ja. Maar dan halen we een team erbij. Nee, ik moet zeggen dat... Als je in Groningen werkt, dan ben je vaak regisseur, uitvoerend producent, scriptschrijver enzovoort. Alles, ja. En in ieder geval maak je zelfs de muziek nog. Nou, dan weten jullie hoeveel werk dat is. We weten wel hoeveel werk dat is, maar het is dus fijn om te horen dat het ook anders kan. Ja, zeker. We hebben gewoon niet echt productiehuizen hier in Groningen. Altijd als hier ook producenten zijn, zeg ik, kom eens een keer een pitchdag doen. Kom eens kijken wat hier voor talent rondloopt. Of stuur vooral je plannen eens een keer op naar Keyfilm. Ze weten nu wie je bent. Zeker, ja. Maar ja, het zou zo leuk zijn om eens een keer iets te maken waarvoor je niet alles hoeft te doen. Ja, ik voel me als producent vaak een beetje de moeder of de vader of de grote tante. Ik weet niet, maar in ieder geval, je bent en aan het helpen, aan het bijsturen, maar je bent ook degene die de zorg een beetje wegneemt en echt probeert mee te denken. Dus het is een heel zorgende rol, vind ik. Zo ervaar ik hem. Hoe ervaar jij hem? Ja, je hebt gelijk. Naar schrijver, regisseur ben je zorgend. Het moet een warm bad zijn. Mensen moeten zich veilig voelen. Het zijn kwetsbare beroepen. Je geeft al je creativiteit. Dus je moet ook heel zorgvuldig omgaan met hoe geef ik feedback. Dat kan Nienke bijvoorbeeld heel knap mensen de deur uit laten gaan met energie en zin om aan een volgende scriptversie te beginnen. In plaats van, jeetje, wat is er toch allemaal nog veel niet goed. Dus ik ben er dus nog lang niet. Dat kan zij echt heel knap. Dankjewel. Dat is ook de manier waar, anders komt er ook heel moeilijk een volgende stap. Als iemand in een dip de deur uitgaat of denkt, dit komt nooit meer goed. Ja. Dus naar je creatieve heb je wel ook een zorgende taak. Dat ze zich dus veilig blijven voelen, ze open blijven staan. Dat je met elkaar echt, maar hoe langer je ook met makers werkt, hoe meer dat ook duidelijk wordt. Dat je alleen maar bezig bent om uit elkaar het beste te halen. In plaats van wie is hier de baas? Ja. Wie heeft final cut? Wie heeft het laatste woord? Ja. Als het goed is, hoef je dat helemaal nooit te vragen, want daar is niemand mee bezig. Tuurlijk moet je wel eens afspraken maken, want uiteindelijk moet één iemand zeggen, we gaan naar links of naar rechts. Je moet het er op papier zetten. Maar als mensen al bij mij binnenkomen met, ja, als ik dan met jou ga samenwerken, wie heeft dan het laatste woord? Dan denk ik, wow, wat is jou overkomen hiervoor? Ja. Het komt vaak voor dat je denkt, jij weet het waarschijnlijk wel, maar we hebben hier Marleen Slot ooit gehad met Sascha Polak. Nou, zij is iemand die uitsluitend eigenlijk bijna met Sascha Polak werkt, omdat zij elkaar snappen. En er nooit, inderdaad, deze discussie nooit plaatsvindt. Ja. Als ik jou zo hoor, zijn jullie ook dus bezig met gezamenlijke groeibriljant, zo'n film. Dus dat is niet iets waarin... Maar dat is volgens mij redelijk uniek in de producentenwereld.
Ja, er zijn producenten die produceren om volume neer te zetten, dus kwantiteit neer te zetten. Of sommige producenten zien hun rol ook anders. Want wat Nienke net omschrijft, het creatieve proces is jammer genoeg misschien 20% van je werk. De rest is gewoon, alles is ongelooflijk verbureaucratiseerd, verregeld. Als je 2 seconden niet op de site van het Filmfonds kijkt, dan heb je wel alweer een nieuwe regel gemist. Waar je niet op zat te wachten of waardoor dingen fout gaan. Internationaal is het, het is gewoon echt, het wordt steeds meer een harde business. Het is ook gewoon een business. Als je kijkt hoeveel tijd je kwijt bent met het organiseren, financieren, de cashflow, de regeltjes. Hoe plak ik alles aan elkaar? Hoe zorg ik als ik financier 18 binnen heb dat nummer 1 niet alweer is weggevallen? En dat je bent bijna gewoon in je eigen hobbytijd dan de film aan het maken. Mm. Zo'n gevoel krijg je ook wel van de wereld waar je in zit. Van, en je wil hem ook nog maken. Ja, nou, dat doen we maar in je eigen tijd. Want je bent gewoon 80% bezig met de randvoorwaarden. Ja. Maar als ik jullie zo beluister, zijn jullie toch ook bezig met waar de film over moet gaan. En praten jullie ook, denk ik, veel met de regisseur, schrijvers. Ik denk ook, kan jij goed vertellen, als iemand met een idee komt, hoe dat dan gaat. Vanuit welk gevoel je instapt en hoe je daarna ook andere aspecten meeneemt. Ja, zeker. Kijk, in eerste instantie, je hebt het altijd over authenticiteit en uniek en originaliteit. En dat klinkt dan heel cliché. Wanneer weet je wanneer iets authentiek is? Maar voor mij en volgens mij voor Hanneke ook, gaat het heel erg over waarom wil je dit verhaal vertellen? En komt dat vanuit het diepste van jezelf? Dat je echt, dit moet ik onderzoeken en... Deze vraag zit er voor mij in. En als ik de film heb gemaakt, dan hoop ik dat ik dat beantwoord heb. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor iedereen die het kijkt. Of misschien heb ik dan nog 10 andere vragen. Maar dan heb ik in ieder geval wel een stap gezet in het onderzoek. Dus ik denk dat voor mij is het heel belangrijk of er een persoonlijk onderzoek in zit. En dan bedoel ik niet mee een ego-document per se. Ik heb zelf zoiets van, doe dat ego-document, doe dat lekker. En dan kunnen we kijken naar wat je daarna gaat maken. Want... dat is meestal niet je beste werk, maar dat zeg ik misschien iets heftigs. Ja, in een enkel geval lukt dat heel goed, maar het is best moeilijk om een eigen document goed te maken. Goed te maken, eigenlijk moet je daar juist andere mensen naar laten kijken, niet alles zelf doen, denk ik. Ja, het is moeilijk om over een echt persoonlijk verhaal te beoordelen of het voor jou interessant is of dat het ook voor de hele wereld interessant is. Een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd, die volgens mij wordt iedereen nu flauw, dat die naam alweer zegt, Stories We Tell van Sarah Polley. Dat gaat over haar familie en die is echt fantastisch. Ja. Maar die gaat echt niet alleen maar over haar. Die gaat over heel veel dingen. Ja. En ze heeft dat half fictie, half documentair ingestoken. Dus dat maakt het ook interessant. Een crossover, ja. Dat is heel interessant. Ja. Maar het is alweer uit 2013. Dus ik weet niet of... hebben jullie iets van een leuk ecodocument de laatste tijd gezien? Nee, hè? Ik ben namelijk dol op ecodocumenten als film. Maar heel vaak zit je met kromme tenen naar te kijken. Ja, 13-jarige meisjes die niet kunnen zwemmen. Het is vaak een beetje navelstaardig. Ja. Maar bijvoorbeeld een maker die ik wel interessant vind, heet Vincent Boycars. En wat hij niet doet, het is niet zozeer een ego-document, maar het is dat hij iets wat hij zelf heeft meegemaakt, een personage heeft gevonden die dat ook heeft meegemaakt. En die laat hij... een scènes naspelen die zij echt heeft meegemaakt. En daarna interviewt hij haar over wat vond je hiervan. Drama Girl heet die. Dus dan heb je een nieuwe vertelvorm gevonden, maar ben je wel bezig met je eigen. Ja. Dat vind ik dan een heel interessant perspectief. Ja. Maar goed, we dwalen een beetje af misschien. Ja, sorry. dus als iemand met een idee bij jullie komt, dan ga je op zoek naar wat zit er voor jou in, maar ook wat zit er voor jezelf in, denk ik. Ja, ik denk wel dat je ook zelf het zelf moet willen vertellen, toch? Je moet ook denken, hier wil ik, want het is toch een relatie dat je aangaat voor soms 3, 4, 5 jaar. En wat is het moment dat je denkt, is dit ook voor het publiek interessant? Of is er een moment dat je denkt, het filmfonds gaat hier wel op happen en dan denk je niet eens aan het publiek? Bij mij begint het met, wat is mijn eigen interesse in het onderwerp? Vind ik het interessant, vind ik het leuk?
Bijvoorbeeld, we gaan in september een film draaien over Marco Kroon. Held of anti-held, daar gaat de hele film over. En als het goed is, vellen wij niet echt een oordeel, maar ga je er lekker met een biertje over praten. En in het begin dacht ik, oh ja, ik ben tegen dit leger en ik wil helemaal niks met die man te maken hebben. En waarom kom je met het onderwerp bij mij? Maar toen gingen die makers er steeds meer over vertellen wat zij er interessant aan vonden. En daar liep ik wel warm voor. Maar het klopt nadat je eerst moet denken, wat doet het hier? Want nou, Nienke, jij bent gelukkig nog heel positief. 3, 4, 5 jaar werk je aan een film. Je werkt soms ook 19 en 11 jaar aan een film. Ja. Dus je moet echt heel goed blijven weten waarom je dat bent aangegaan met elkaar. Dus er komt in ieder geval bij mij wel dan ook achteraan, is hier een doelgroep voor? Dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Maar niet van, ja, nou ja, als ik en mijn vrienden het leuk vinden, dan is het al goed. Je moet wel echt kunnen bedenken voor wie zou hierin geïnteresseerd zijn. Kun je die doelgroep definiëren? Kun je die doelgroep ook bereiken? Denk ik, heb ik een globaal idee van hoe ik de film zou kunnen financieren. Ik noem maar wat, als wij 4 films hebben waarvan we denken dat is echt iets om als samenwerkingspartij de VPRO bij te vragen of Avro Tros bij te vragen. Ja, waarom zouden die, als ze 2 films per jaar kunnen doen, er zich committeren aan 4 films van Keyfilm? Dat gebeurt gewoon niet. Dus ik probeer ook wel heel praktisch daarna na te denken. Want anders werk je met elkaar jaren aan een film waarvan je eigenlijk vanaf dag 1 wist, je trekt aan een dood paard. Mm-hmm. Zijn jullie ook, daar ben ik dan wel eens benieuwd naar, zijn jullie in eerste instantie geïnteresseerd in tv of in cinema en festivals, bioscopen en festivals? Dat laatste, maar ik moet zeggen, ik weet niet of dat onderscheid nog heel erg, als je kijkt naar online, dan vind ik dat onderscheid eigenlijk bestaat dan niet. Nee, dat ben ik met je eens, maar kijk, op tv of online heb je potentieel een groter bereik dan in de bioscoop. Sommige best goede films doen niet meer dan 7000 kijkers in de bioscoop. En natuurlijk komt die film vanzelf dan ook wel een keer op tv of op een streaming site. Maar het mooie van die bioscoop is dat de ervaring van die 7000 mensen veel hoogwaardiger is. En dat je daarna op festivals er ook over kan praten vaak. Mm-hmm. Dus ik weet niet in hoeverre dat voor een producent nog belangrijk is, dat die film besproken wordt daarna. Nou ja, er spelen natuurlijk heel veel vragen hier. Er speelt, waar is het geld voor deze film of voor deze serie? Dus in eerste instantie ga je natuurlijk denken, wat Hanneke nu ook zegt, niet zozeer van, oh, waar kan ik mijn slaatje uitslaan? Maar eerder, hoe krijgen we deze film gemaakt? Dus wie zou dit ook willen maken? En dan maak je dus voor het platform. Dus je gaat voor Netflix iets maken. Of je gaat voor Avro Tros iets maken. Of met die gedachten, met die doelgroep in gedachten, heb je natuurlijk een heel ander soort film als je dat voor BNNVARA maakt dan voor Videoland bijvoorbeeld. Ja. Dus je maakt al in eerste instantie een ander soort film. Maar ik denk, of serie of webserie. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je erover kan praten met elkaar. En dat je fysiek kan samenkomen. En dat hebben wij ook wel heel erg gemist. Jullie doen afgelopen het tijd. Als producent ga je ook mee en praat je ook mee. Festival. Het liefst praat ik mee, maar doe je mee en praat je mee? Nou, omdat het ook jouw film is. Dus zit je daar met de regisseur of zit je in panels over andere dingen dan je werk te praten. Maar over de film, over de inhoud, wat je wil vertellen. Ja, zeker. Maar ik weet niet precies welke festivals je bedoelt. Nou ja, er zijn natuurlijk 7, 8 A-festivals. En in 50 jaar is het 1 keer gelukt om met een Van Warmerdarm film tot Cannes door te dringen. Nee, dus nou, die bedoel ik niet speciaal. Ja, daar heb ik nog nooit over mee kunnen praten. Je hebt heel veel kleine, je hebt Noordelijk Filmfestival, noemde we net al, IFA, maar je hebt ook heel veel andere filmfestival in Eindhoven. Ik ben omdat ik live muziek maak bij oude klassiekers, ben ik op al die festivals wel eens geweest. En ik merk dat er altijd een hele leuke vibe is, vooral op die kleine festivals, om met elkaar over film te praten. Er zijn leuke panels. IFA is daar een heel goed voorbeeld van. En daar is de sfeer ook altijd heel fijn om rond te lopen. Ja. Dus ik weet niet of jullie... Allebei wel gevraagd, ook bijvoorbeeld door de Dutch Directors Guild, dus met alle regisseurs samen, of het netwerk van scenario-schrijvers met alle schrijvers samen, dat zij ook komen vertellen, kom vanuit jouw visie iets over het verhaal vertellen. Of het gaat een avond over wie heeft de final cut. Dus wie heeft het laatste woord over hoe de film eruit gaat zien. Ja. Is dat de regisseur, is dat de producent? Het zijn interessante dingen om over te praten. En dat doe je dan toch ook vanuit inhoud. Maar ook op festivals vinden ze het vaak leuk om een regisseur en een producent samen uit te nodigen. Ja. En nog even terugkomen op de streamers.
Dat je zei van, hè, ben je liever bij een van de streamers omdat je een heel groot bereik hebt of in de bioscoop. Ja. Sommige films lenen zich gewoon heel erg voor de bioscoop of zijn erop bedacht en wil je er ook op maken. En je moet niet vergeten als uiteindelijk een... als een streamer... Heel vaak is het zo dat je eerst een bioscoopleven hebt van een paar maanden en dan neemt de streamer het over, mag je hem verder nergens meer vertonen. Maar dat betekent dus ook dat je die film internationaal in de bioscopen niet meer kunt vertonen. Je kunt er daarna niets meer, want hij is van de streamer. Ja. En dat is niet bij elke film wat je voor ogen hebt voor het leven van die film. Ik zag The Beast in the Jungle, dat die bij HBO Max zit. Echt waar? Ja. Oh. Dat vond ik het. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Nee, dat is vaak heel lastig. Een distributeur die heeft voor een bepaalde periode, mag hij jouw film... exploiteren, zoals dat heet, dus overal wegzetten. En zij verkopen vaak, ja, het is wat dat betreft een product, jouw film gewoon in een pakket met andere films. En ik kan helemaal niet bijhouden waar ze dat aan verkopen. Nee. Dus dat jij dan zegt, HBO Max, en denk ik, oké. Wat leuk. Eén keer in het jaar krijgen we een afschrift. Nou, dan staat er 0,12 cent op, omdat je in een heel pakket aan zo'n streamer bent verkocht. Dus het is ook niet dat je het om die reden heel goed moet bijhouden. Precies, ja, het is wel leuk om het te kunnen vinden, moet ik zeggen. Want ik moet altijd research doen of Roxanne stuurt mij linkjes en ik zoek zelf nog wat op. En dan is het toch handig om het wel op een Netflix of een HBO of zo gewoon te kunnen vinden. Dus, en een film die ik op Netflix tegenkwam was Sof 2. Dus, en als je het hebt over een groot bereik, volgens mij hebben jullie daar wel een groot bereik mee gehaald. De Sof-serie überhaupt. Ja, Sof was... Ja. Er was naar aanleiding van de columns van Sylvia Witteman een idee om haar scherpte, haar herkenbaarheid, haar hedendaagsheid, om gebaseerd op die columns een film te maken. Dat werd Sof. En ja, we hebben natuurlijk nooit verwacht dat dat zo succesvol werd. Dat er een tweede film komt, dat er twee series komen, dat de derde film al anderhalf jaar op de plank ligt door corona, maar hopelijk nu in september komt. Ja. Sylvia Witteman is wel een tikkie platter dan Sof, toch? Sof is iets beleefder. Oh zo, ze is wat grover. Ja, ze is niet plat, nee, sorry, hoor. Ja. Ja, ze is wel wat grover, ja. Wat was je vraag ook weer over Sof? Nee, dat we een groot publiek bereik hadden. Ja, maar dat is ook, dat is net als met de film De Tweelingen die ik ooit heb gemaakt. Dan valt alles samen. Hè? Een deel is gewoon, je hebt iets gemaakt waar blijkbaar veel interesse voor is of... He, er zijn echt heel veel mensen tot op de dag van vandaag, nou, Sof, nou, het is echt alsof het mijn leven is. Dat ik denk, dat kan toch niet? Sof doet hele rare dingen, maar mensen herkennen zich blijkbaar toch in haar en haar familie. Dat is zo, maar ik ben dus bij een masterclass geweest van Peter, al de liefste voor Sof 1. Een dag lang die hele film mogen analyseren. Wauw. En de dingen die hij vertelde over hoe hij met kleurtjes alles uittekent en hoe die... moet kiezen soms uit 8 camera shots voor een shot van 8 seconden, waarvan Sof even van het ene huis naar het andere huis loopt. 8 camera shots, daar kunnen wij hier alleen maar van dromen. Daar maak je een hele film voor, bij wijze van. Maar dat is te gek. En dan zie je ook hoeveel vakmanschap erin zit. Dus het is ook zo goed gemaakt en zo goed je geeft ook een droom aan mensen met zo'n film, denk ik. Ja, want het is toch echt wel bigger than life. En toch zeggen mensen, nou, het is net mijn eigen leven. Ja, maar je weet nooit hoe mensen, hoe groot mensen hun eigen leven hebben. Nee. Als je op Twitter of Instagram kijkt, dan is dat soms heel groot. Ja. We gaan even kijken naar de trailer. Jongens, we moeten jullie iets vertellen. Sof, wil je van me scheiden? Ja, ik wil. Dan rest mij alleen nog de vraag aan wie van jullie ik de rekening kan sturen. We vinden dat je een poosje thuis moet blijven. Wat moet ik dan de hele dag doen? Jij moet heel goed voor jezelf gaan zorgen. Een kinderfeestje. Papa heeft een nieuwe vriendin. Nou, dat is wel echt superleuk voor papa, zeg. Een kindje. Mam, niet doen, mam! This is incredible. You gotta try it. It's an all-natural drink, but it works wonders with your system. Jesus Christ. I can imagine what it does to your system. Een amuse. Krokant gebakken boekweit met tofu en een geconfijte kumquat. Wacht even, die nieuwe kook is toch niet een soort gezondheidsfundamentalist?
dat hier aan? Ja, hè? Person was afraid I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I grew strong. Mag ik even proeven? Ja, ik ben aan het experimenteren. Lekker. Mama is verliefd. Dat me eenmaal, wie zou ik nou verliefd moeten zijn? Ja, dat klopt. Ja, vanwege mijn werk zie ik, ik ga niet naar de bioscoop voor zelf, maar vanwege dit soort dingen moet ik ze toch kijken. En ik elke keer valt het me wel op hoe fijn het wegkijkt. Het is gewoon heel goed gemaakt. Ja, maar je hebt niet de beste genomen. Nee, dat klopt. De beste is waarschijnlijk straks Sof 3. Ja, echt. Ja. Nee, deze was iets gladder of iets beleefder dan Sof 1. Degelijk. Ja. Hartstikke leuk hoor, maar ja. Sof 1 was gewoon heel fris en 2 was een beetje degelijk en 3 is mooi. Ja, ik ben heel benieuwd. Want ik heb de trailer daarvan ook gezien en die belooft heel veel. Ja. En de serie, heb je die ook geproduceerd? Want is daarin ook Sof's karakter meer ontwikkeld naar Sof 3 toe? In de serie merkte je dat er veel meer ruimte was ook voor de andere acteurs om een verhaallijn te hebben. Want in een film is toch alles gecentreerd om Sof en haar gezin. Daar kijk je ook het liefst naar. En je hebt vaak zijlijnen nodig omdat het verhaal verrijkt. Maar niet om die karakters verder uit te wikkelen en daar een hele weg mee te bewandelen. Dat komt bij de series wel. Dus het was heel lastig toen we Sof 3 gingen maken. Dat acteurs zeiden, hallo, ik deed toch ook mee, maar waar is mijn rol nou? Ja, die was weer net zo klein als in 1 en 2. Het keukenhulpje of de lover van de moeder van Sof. Dat moest allemaal weer ingedikt worden. En dat was natuurlijk soms wel heel jammer voor de acteurs. Snap ik, ja. En dan kom ik daarna weer op iets compleet anders. Dan ga ik even zoeken, waar is die? This is my picture when I was dead. Ik wil eerst die trailer even laten zien. Met dat kind? Nou. A calculated professional killing and one that clearly shocked the PLO mission in Athens. The importance of Moraes was emphasized by their prompt and enraged statement. It called him a great Palestinian fighter and PLO leader. This is my picture when I was dead. But if in some twist of fate, death were not the end of my journey, then in fact today, I would be 30 years old. In that twist of fate, I'd come out of this mess. And this would be me right now, unraveling back into life. Ik weet niet meer waar ik deze film heb gezien, of het nou Vimeo was voor €3 of ergens anders. Maar ik vond dit ook weer een indrukwekkende, experimentele film, experimentele gedachtegang ook. Want het gaat over iemand die op zijn vierde is doodgeschoten.
En het gedachte-experiment is, wat zou er van deze persoon gekomen zijn als hij nog zou leven? Vat ik het zo goed samen? Nee, want hij leeft. Hij leeft echt nog? Hij lag drie dagen. Oh, ik had begrepen dat. Nee, hij lag niet drie dagen. Hij lag geloof ik 8 uur in een mortuarium. Ah. Omdat hij het zoontje was van de Palestijnse activist die, dat zag je op archief, nee, dat ja. is nagemaakt. Maar een Palestijnse activist is doodgeschoten. Zijn zoontje zat in de auto. Ze dachten dat hij dood was. Hij lag 8 uur in het mortuarium. Hij bleek niet dood te zijn. En degene die de hoofdrol speelt, is die jongen. En hij is dus eigenlijk aan het ontrafelen wat er toen is gebeurd. En gaat te raden bij vrienden van zijn vader. Zijn dat heb ik niet helemaal eruit gehaald. Ik dacht dat het een gedachte-experiment was. Van wat zou er van me geworden zijn? Ja, dat zou ook heel goed hebben gekund. Want hij is vrij, soms hallucinerend, hij is heel experimenteel opgezet. Ja. Ik vond het zelf een vrij ingewikkelde film, moet ik zeggen, maar dat was een van de weinige documentaires die we hebben gemaakt met een maker die niet zo heel veel vertrouwen in de wereld had, dus ook niet in ons als producent. Dus het was toch een beetje, geef me het geld en je krijgt een kaartje op de première. Moest je veel masseren of kwam je daar niet eens aan toe? Oh nee, daar kwam helemaal niet in de buurt. Nee, dat is een ingewikkelde samenwerking. Ja, kom je dat vaak tegen? Nee, maar er was aan ons gevraagd of wij het project van een andere producent wilden overnemen. Dan zit je dus al met een project met een baard. Dat zou jij ook hebben als je vroeg genoeg merkt dat je denkt, er is eigenlijk geen vertrouwen, maar meer van, misschien kan je vertellen van Marlijn, hè, met haar film, dat iets zo persoonlijk kan zijn dat je denkt, daar kan geen samenwerking uitkomen. Ja. Marlijn is een maker die mij heeft benaderd. Zij wil haar, wat ze zelf heeft meegemaakt, helaas een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag, eigenlijk een verkrachting, als we het gewoon bij het woord noemen, heeft meegemaakt. En daarop heeft ze een animatie bedacht, geschreven en ook getekend. En ze wil graag richting animatie, dus het is haar eerste keer dat ze animeert. Ze is eigenlijk scenario schrijver van beroep. En het is een prachtig verhaal en het is ook heel mooi verteld. En wij ondersteunen dat als die film, dus wij willen haar helpen. Het is een afstudeerfilm, dus ondersteunen, we geven heel een beetje geld en geven vooral begeleiding en we zeggen, kom, we gaan je helpen. En zij had een samenwerking gezocht met een omroep. En al snel blijkt dat je dan aan allerlei regels moet voldoen. Gewoon hartstikke normale regels, maar ja, dat is een samenwerking met een partij die geld geeft. Dus die heeft bepaalde eisen en vragen. En dat lag toch gevoelig, omdat logisch, want ja, waar is het op geïnspireerd, weet je? En dat is een heel persoonlijke situatie. Dus dan moet je toch concluderen, misschien is het nog niet de tijd om dit verhaal nu met een partij te vertellen. Nee. Misschien moet je dit gewoon lekker zelf maken en dan kan je hem maken zoals jij hem zelf wil maken. En niet met heel veel vragen of eisen van buitenaf. Dus soms kan het echt zijn dat je eerst een verhaal moet vertellen, gewoon hoe jij hem wil vertellen. Dat het nog niet klaar is om het als samenwerking te doen. Het is ook moeilijk, denk ik, als maker, als je een persoonlijk verhaal hebt, om dat universeel te maken. Daar zijn jullie waarschijnlijk voor, om dat te vinden, denk ik. En in zo'n, als het jezelf overkomen is, lijkt het me helemaal moeilijk om het uit de handen te geven. Dus, maar jullie hebben haar dus aangeraden, ga lekker verder, maak die film af. Ja, en wij helpen haar nog steeds, maar wel op haar eigen tempo en met haar eigen en hoe zij het verhaal wil vertellen. En dan kan ik bijsturen, maar niet per se met te veel van buitenaf. En, maar dan soms is het goed om dat gewoon toe te geven, in plaats van dat je dan een samenwerking, want daar hebben we het natuurlijk over, gaat forceren van ja, maar ik krijg geld of ik krijg hulp. Dus ik moet wel ja zeggen, maar soms moet je dat niet. Soms voel je al dat het niet goed is. Het vertrouwen naar jou had ze wel heel erg, maar naar die omroep, daarvan zag je, dit is het begin van een groot conflict. Ja. Ja. En dan kan je beter niet het conflict aangaan, want zoals we zeiden, soms is het 10 jaar lang de samenwerking, dus dan zit je 10 jaar in een conflict. Ja. Dat wil je niet. Ja. En waar komt het nou vandaan dat jullie dit soort dingen doen en er ook op deze manier mee omgaan? Want jullie moeten ook geld verdienen.
Ja. Ja, we moeten ook geld verdienen. Maar je moet... als ik niet met Nieke zou zijn gaan samenwerken, dan zou mijn netwerk en mijn makers zouden langzaam opdrogen. Want we worden met z'n allen ouder. En je ziet ook smaken veranderen, interesses van financiers veranderen. Er worden andersoortige verhalen verteld. Ik zie dat nu ook weer aan onze website. Denk ik, jeetje Mina, wat veel wit. Terwijl we ontzettend veel films vooral co-produceren. Met ontzettend veel verschillende landen, culturen, achtergronden. Maar nou, het zit niet helemaal terug op mijn website. Ja, dus dat Zwanenburg, Zoof en een groepje mannen als wielrenners inderdaad redelijk wit. Ja, nou, ik denk ook een film als Van Toen met vier wielrenners die verlangen naar de jeugd, kan je in deze tijd niet meer maken. Is ook weer niet helemaal fair, want vier mannen van 50 plus, wit, hetero, horen er ook bij. We horen er allemaal bij, maar dat is op dit moment heel moeilijk. Maar Nienke boort natuurlijk een hele nieuwe groep makers af. Die staan ook nog aan het begin van hun carrière. Daarvan kan je niet verwachten van, nou Nien, je moet dit omzetten of je moet dat terugverdienen. Of nee. je moet eerst investeren en dan langzaam beweegt dat ook weer naar dat er echt reëel projecten uitkomen. En binnen ons bedrijf hebben we gelukkig ook genoeg projecten. Ik noemde net die film over Marco Kroon. Zo'n grote film. Onder vuur heet die. Onder vuur heet die. Ja. En we maken in het najaar ook een grote musicalfilm. Is echt een ode aan de jaren 80 en 90 Nederlandstalige popmuziek. Dat zijn grotere films waarvan je weet, onderaan de streep, als we geen gekke dingen doen en over budget gaan, hou je gewoon een stukje overhead en fee over. Maar het is in de hele culturele sector, het is altijd balanceren tussen mijn boekhouder en mijn accountant zeggen, nou Han, je hebt al wel heel lang een hele leuke hobby, joh. Maar ik kan er gewoon normaal van leven en ik vind het ontzettend leuk wat ik doe. Nou, dan is dat helemaal goed. Zeker, ja. Nee, maar het valt me gewoon op dat jullie misschien menselijk, maatschappelijk, er heel gezond in staan. Niet alleen maar denken aan... misschien is dat ook juist wel investeren, waardoor je langer kan blijven bestaan. Ja, maar dankjewel voor het compliment. Maar ik denk dat met welke motivatie maak je? Ja, ik denk dat wij allebei niet maken om rijk te worden, maar wij maken omdat wij intrinsiek voelen dat wij willen maken. Ja. Nou, en dus dan wil je maken. Ik ken producenten ook. En die maken inderdaad niet zo heel veel dingen meer, misschien op het moment. Maar die moeten gewoon maken omdat ze helemaal een hypotheek hebben en een grachtenpand. En, daarom dat is het slim om klein te blijven. Ja, precies. Dat is een beetje wat we hadden hier ook Suzanne Raas. Dan hoef je niet te maken om de overheid terug te verdienen. Of tenminste, daar is minder zorg. Ja. Ik wou het koppelen aan Suzanne Raas, die met een groep mensen ook iets soortgelijks doet. Die willen niet te groot worden. Die nemen af en toe een andere rol. Hè. Dan gaat de ene produceren en dan de ander weer regisseren. Maar die hebben een soort coöperatie. Daar moest ik eigenlijk wel een beetje aan denken. En die zijn ook heel gelukkig met wat ze doen. Dus dat... Ja, maar ik denk ook dat de verscheidenheid aan projecten noem jij. En de verscheidenheid aan soorten verhalen. Maar dat trok mij dus ook heel erg aan Kiefilm en ook aan Hanneke. Dat ik dacht, hier wil ik dus bij horen. Omdat ik wil alles leren maken en ook alles maken. Met makers. Omdat ik wil ook een soof maken. En leren hoe je zo'n verhaal het beste vertelt en het beste in de markt zet. Maar ik wil ook een Growing Rattle bij wijze van. Of een gekke experimentele film kunnen maken. Ja, ik heb hier een mokro-mode voor me staan. Ja. Die was ook echt wel anders dan je gewend bent, zeg maar. Dankjewel. Laten we even naar de trailer gaan kijken. Ja. Louis Vuitton, LV, Antoni, Lubu. Als je Gucci of Louis Vuitton draagt, dan hoor je er echt bij. Kleding straalt status uit. Status is belangrijk voor jongeren in een achterstandswijk. Begrijp je? En daar gaat het allemaal om. Zoveel mogelijk proberen te bereiken. Nou, dit is Omar. Mogi is mijn neefje. Hij is heel nauwkeurig. Pietje precies, toch? Zeker. Ik heb wel trek in nieuwe kleren, man. Voilà. We zijn nu onderweg naar La Glace. We gaan daar een beetje shoppen. Wat ga je ongeveer halen?
bro. Gewoon de ziekste outfit, de ziekste combinatie wat er is. Dit vind ik mooi, man. Die aparte rits. Als jongen met schoenen kopen voor 2000 euro, dan sta ik wel op voor hem om een handje te geven. Je kan bepaalde, bijvoorbeeld, lounges niet naar binnen, want je moet een outfit hebben. Je kan bepaalde meisjes niet aanspreken of krijgen, want hun denken dat je een drugsdealer bent. Gucci pet is een crimineel. Zaytas is een crimineel. Dure auto, drugsdealer. En dan is het weer, zie je die Marokkanen? In dit clipje. Ja. Hele goeie. Ja. Dankjewel. En ik moet ook zeggen dat ik kom ook uit een achter in Zuidoost-Drenthe. Daar is iedereen arm ongeveer. Nee, serieus. Lach maar. En iedereen ik herken gewoon dat iedereen bezig was met op de een of andere manier toch met status. Toch goed, je moet beter zijn dan de buren. Dus dat is wel heel grappig. Dat haal ik je dan toch gelijk weer uit. Iets herkenbaars. Ook al ben ik geen Marokkaan. Maar. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat wat we hier probeerden te onderzoeken is, zonder inderdaad te antroposofisch te kijken van waarom doen die gekke mensen dat? Maar het is eerder, wat motiveert je? Waarom doe je wat je doet? En hoe kijk je daar zelf naar? En ik denk dat Omar mocht je hele mooie mensen zijn die ook ons toelieten. En dat maakt het ook zo kwetsbaar, eigenlijk, dat je wel dichtbij komt. En volgens mij gaat het gewoon over dat iedereen wil erkenning en iedereen wil liefde. En de een zoekt het in een mooie auto en de ander zoekt het in een goede baan. Maar iedereen doet eigenlijk hetzelfde. Dus. Klopt. als je producent wil worden, wat moet je dan doen? Welke school moet je? Moet je überhaupt naar een school? Of? Moet je naar een school? Ja, in mijn tijd bestond de productieopleiding op de filmacademie nog niet. Ik weet ook niet of ik die dan had gevolgd, want ik wilde helemaal geen producent worden. Ik was opgegroeid in Overijssel en alle meiden na het VWO gingen dan logopedie of kinderpsychologie, I don't know, wat doen. Het enige wat ik wist was, ik wil iets doen wat anderen niet doen en ik ga niet naar Groningen en ik ga niet naar Nijmegen, want daar gaat ook iedereen naartoe. Ja. En verder zien we het wel. En ik heb eigenlijk geen idee hoe ik... Ik heb dan theater en filmwetenschap gestudeerd. Maar ik heb ook collega-producenten die hebben tropische bosbouw gestudeerd. Dus je kan echt overal en nergens vandaan komen. Het is vooral heel veel kilometers maken om het vak te leren. Maar in jouw generatie hebben heel veel mensen echt een opleiding aan de filmacademie kunnen doen. Ja, ja. Ja, en ik werk ook wel veel met mensen die de filmacademie hebben gedaan. Maar dat is niet bewust van ik wil niet werken met je als je niet de filmacademie hebt gedaan. Sterker nog, ik denk dat de laatste jaren bijvoorbeeld de HKU enorm opvalt in hoe sterk de afstudeerfilms zijn. En Saskia Diesing geeft ook les, die zegt dat ook vaak. Ja. Ja, Saskia is ook een maker met wie wij nu een film hebben gemaakt, Het Verloren Transport. Ja. Derde film met haar. Die Dorst hebben jullie ook nog gemaakt met haar. Ja. Nena, denk ik. En Het Verloren Transport, wanneer komt die uit? Ja, Verloren Transport. Wij hopen nog steeds dat we voor Toronto worden geselecteerd, maar de kans is natuurlijk heel klein. Als dat gebeurt, dan sluiten we meteen aan qua publiciteit. En als dat niet gebeurt, ik zit heel te kijken, omdat zo dat meisje met die honkbalharnas voor, dat is Nena, de eerste film van Saskia. Ja. En Dorst met Simone Kleinsma, de tweede. En Het Verloren Transport, dat is echt een grote post-war, dus een naoorlogse film, helemaal gedraaid in Luxemburg en Duitsland. Die komt, als hij niet in Toronto wordt geselecteerd, in het voorjaar uit. Omdat nog steeds door COVID alle distributeurs met zo'n bataljon aan film zitten, die allemaal de bioscoop nog in moeten. En dan is het gewoon even niet een goede box-office, even niet genoeg bezoekers. Hup, en de volgende gaat er weer in. En dat probeer je dan te voorkomen door pas later in het voorjaar uit te gaan. Dan pas. Ja. De vorige IFA Masterclass die wij deden was met Saskia Diesing. Ik zou ze hem nog gaan draaien die zomer. Later zijn we er weer tegengekomen. Zij zei ook, ik ga dit nooit meer doen. Wat een ellende. Dat hele buitenland. En uiteindelijk als hij straks af is of gedraaid heeft, gaat ze natuurlijk gewoon weer zoiets doen. Maar het was nogal een productie, begreep ik. Ja, het was een hele grote productie. En wat voor een regisseur heel moeilijk is, maar Saskia kan het heel goed, is
dat je door financieringsconstructies soms dingen moet doen die je creatief gezien eigenlijk niet meteen zou kiezen. Hè, als je geld uit Duitsland krijgt en je kan daar heel goed een groot spoor met 18 wagons draaien en je denkt, oké, op deze manier geef ik het geld in Duitsland uit, want je kunt alleen maar geld uit een land krijgen als je het land dat geld en dan vaak voor 150% ook weer teruggeeft en met creatieve en technische talenten uit het land werkt. En als je dan 5 dagen later op locatiebezoek in Luxemburg bent en je vindt een veel mooier treinspoor om te draaien, moet je toch dat andere ding nemen, want je moet er geld uitgeven. Ja. Op alle fronten moet je elke keer tussen Nederland, Luxemburg en Duitsland in ons geval, de creatieve mensen, de technische mensen, de locaties, waar ga ik monteren, met wie doe ik de sound design, moet allemaal op elkaar worden afgestemd om genoeg geld in die landen uit te geven. Ja, dan denk je bijna, wat is dit voor krankzinnige puzzel? Zijn we nou nog een film aan het maken of niet? En zij kan dat heel knap, omdat ze het goed snapt, maar het is niet iets waar je meteen vrolijk van wordt. En als je eenmaal staat te draaien, ja, dat is altijd een feest met Saskia op de set, ja. Want zij brengt zo'n goede sfeer mee. En iedereen voelt zo dat hij echt met ideeën kan komen, ja, waar wat mee gedaan wordt. Dus ze heeft echt een gouden tijd gehad, ja, maar heeft er ook helemaal uitgeput. Ja, ja, maar ze praten heel relaxed over. Een film van meer dan 4 miljoen, dat heeft ze ook nog nooit voor de kiezer gehad. Volgens mij is zij iemand die echt iets extra's uit acteurs haalt. Ja, maar uit de hele crew. Ja. Nou, ja. Ik wou nog even, want jullie doen ook best wel veel met muziek eigenlijk. Ik weet niet of je dat zelf ook opvalt, maar als ik het zo doorheen loop, zijn er best wel veel dingen waar muziek een belangrijke rol speelt. Erbarmedy, The Idol, het gaat allemaal uiteindelijk ook over muziek. Dus muziek is natuurlijk een belangrijk bestanddeel van het menselijk leven. Ja. Maar, en nu dus de eerste filmmusical in Nederland, ja, helemaal muziek. Ja. Net als in de film heet hij. Ja. Ik wou even de trailer van The Idol laten zien en dan een clipje wat je hebt meegenomen, wat je hebt uitgekozen. Ben ik wel benieuwd waarom je dat hebt uitgekozen. Oeh. Heb ik een clipje uitgekozen? Heb jij een clipje uitgekozen? Spannend, ben ik. Nou, we gaan zien wat er binnengekomen is. بيجنن. تعمل فرقة موسيقية وبغزل في هذا الوقت تفتح لمن المصاري اللي معكم بيجيبوش وطر بسوء البالي. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة. ماشي؟ فرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدول. انا محتاج فيزا اعتراري لمصر ومحتاج منك هذا المعروف كتير. انا بعرف كل دايبين اليوم على الحدود. ها هادي حقيقية. شو هالمخاطرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. انت اول شخص جاي من غزه بتعرف. انت لما بتغني بتعطي امل لملايين الناس. انا من لما شفتك بمصر يا محمد عرفت انك قصه كبيره. محمد انت لازم تبكي. هلا بدنا ننتقل لابن غزة، ابن فلسطين محمد أسد. Ja, ook een indrukwekkende film. Met heel veel achtervolgingen en mooie camerabewegingen. En het gaat dus over een jongen die een droom had om beroemde zanger te worden. En dat wordt hij uiteindelijk binnen 6 weken door The Arab Idol. En de regisseur... Hani Abu Asad zegt ook ergens in een interview, het is als een terroristische aanslag op je leven. Als je binnen 6 weken beroemd wordt, dan daarna is alles eigenlijk voorbij. Je kunt niet meer normaal doen.
Ja, want dit was echt waar. Deze jongen kwam uit de Gaza-strook en won de Arabische The Idol. Ja. En verbroederde eventjes de landen daar met elkaar, omdat iedereen erg trots op hem was. Dus ook, iedereen heeft dat denk ik wel eens gehad, dat je naar Idols, Amerika of iets, dan krijg je een clipje voorbij en dan komt er iemand op en die zingt ineens de sterren van de hemel, dat je toch kippenvel krijgt. En dat was hierbij eigenlijk ook wel, deze jongen. En dan denk ik weer, wauw, hoe kan je hier vanuit Nederland iets voor doen? Dus waarschijnlijk weer een minoritaire. Ja, wederom niet. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de co-productie met de andere Palestijnse makers. Nee, je kunt je support, maar ik kan niet helpen daar locaties vinden. Praat je wel met de regisseur? Ja, veel. Natuurlijk al vanaf de scriptfase. Ja. Het is heel erg vanuit de scriptfase werk je samen op. Maar op het moment dat de uitvoerende productie begint, wat Nienke net vertelde, van net echt de dagelijkse leiding, wie doet wat, waar moeten we allemaal zijn, op welke draaidag, dan ben je het kwijt. En er is ook helemaal geen geld. Ik denk ook niet dat je dat moet doen om een dagje naar de set te komen als co-producent. Nee. En laat deze regisseur ook zich overtuigen van dingen in het script? Ja, zeker. En jij hebt het meegemaakt aan de lunchtafel vaak. Hij heeft in Nederland, de laatste film, Hoera Saloon, heeft hij in Nederland de sound, muziek, color grading, heel veel technische afwerkingen en creatieve afwerkingen gedaan. Nou, dan merk jij ook wel aan de lunchtafel dat hij juist heel erg geïnteresseerd is in wat wij vinden en hoe we de film een stukje verder kunnen helpen. Ja. Maar echt in de draaiperiode, als het zo ver is, dan is het echt een ver van je bed show. Ja. Je ziet de rusjes, dus elke dag zie je wat er gedraaid is en daar mail je weer met elkaar over, maar je kan het verder niet echt helpen. Nee. Ja, dus het is vooral in de ontwikkelingfase en dan weer in de postproductie dat je, als het goed is, weer heel betrokken bent als producent. Zijn jullie dan wel leuke producties? Absoluut. Want het is belangrijk om verhalen te vertellen die langer is dan onze neus, zeg maar. Verder rijk dan waar wij kunnen zien. Ja. Met hele andere perspectieven en met hele andere culturen. Dus het is absoluut heel belangrijk. En je leert ook weer van elkaar. Maar ja, een majoritaire co-productie of gewoon een Nederlandse speelfilm, daar ben je natuurlijk nog meer hands-on bij betrokken. Dus het is niet te vergelijken, het is gewoon een andere rol, maar het is een even mooie rol. Ja, want we doen dat soort projecten ook eigenlijk. Het zijn allemaal low-budget projecten, er is allemaal bijna geen geld in het land van oorsprong. Palestina mag niet eens een land heten, hoe kan je dan een nationaal filmfonds hebben? Dat is er dus ook niet. Dus je doet het bij projecten waarvan je denkt, wij vinden dat er een reden is dat het project het witte doek moet halen. En het is echt liefdewerk oud papier. Onderaan de streep hou je er niets aan over. Nee. En we hadden er nu een beetje veel. Door corona waren er 4 op elkaar gekomen. Ook eentje met Italië, eentje met Frankrijk, Marokko en Duitsland. En dat lijkt nu alsof we een soort patent op Palestijnse co-producties hebben. Maar nu hebben we ook gezegd, van, nou even rustig aan, want het kost ongelooflijk veel tijd en werk voor echt dit. En ja, we moeten ook ergens van leven. Dus soms zijn we hier dan toch even praktisch van, nu eventjes niet meer dan 1 per jaar. Ja. En dat is ook echt, ligt ook echt bij Nienke, dat zij die 1 per jaar selecteert. En het zijn wel films die internationaal aandacht krijgen. Ja. Dus dat is dan wel weer fijn. Toch? Ook voor jullie. Ja, zeker. Want wij kunnen er ook weer co-producent aan overhouden. Ja. Of een sales agent waar je nog nooit mee hebt gewerkt. Daarvoor waarvan je denkt van, goh, voor een van onze eigen films is dat ook een hele goede partij. Dus op dat gebied, op netwerkgebied, ligt er voor ons een kans. Ik vind het zo interessant, want als maker ben je vooral bezig met die film voor elkaar krijgen. Maar als producent ben je ook een bedrijf aan het runnen. Dus je bent niet alleen maar met die film bezig, je bent ook met 3-4 andere films tegelijk bezig, sowieso. Ja. En je hebt een bedrijf te runnen, je moet mensen betalen, je moet zorgen dat er continuïteit is. En tegelijkertijd behoud je toch dus die passie voor die verhalen die je wil vertellen. Ja. Ja, want anders word je, wat wij niet willen, word je gewoon een bedrijf wat whatever product kan produceren. En daar is ook niet iets mis mee, maar daar ligt niet mijn plezier. Ik vind dat mooi. Nou,
Dankjewel. Pak je even gezegd hebben. Dankjewel. Ik ga even deze scène laten zien. Ik ben benieuwd waarom je denkt dat je hem misschien toch meegenomen hebt, ook al weet je niet meer dat je hem meegenomen hebt. Het geeft ook helemaal niks, want nee. Van elk fragment, in elk fragment zit iets wat je plezier doet of ja. Wat je belangrijk vindt. Dit is natuurlijk eigenlijk, dit is hoe kun je plezier maken als er dit in ons land gebeurt. Ja. En vanuit dat kleine plezier maken wordt het een grote zanger die even ja. De wereld verbroedert. Al was het dan maar voor even. Maar nee, ik heb niet een specifieke reden, nee. Dus ik ga dat morgen zeker? Gewoon even Want vragen. Ik ga nu hier nog een fragment laten zien uit een andere film. Ik heb geen enkele fragment love, geselecteerd. In het Engels. Wat is dan liefde? De deugd. Het is belangrijk dat je kont goed naar achter doet. Goed naar achter en hard slaan. Sla hem. Vindt hij lekker. Ja, en gebruik je stok en dan hard. Jij wil hard? Komt ie. Bij de ene is het een emmer water, bij de andere is het een hamer op de kop. Maar... Ja, nou, die wordt van vallende dingen. Ik ben benieuwd wie dit heeft gezien, want ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Je ziet nu de context niet, dus nee. Je denkt, jezus, is dit uitgeleide over een bananenschil humor? Slapstick, letterlijk. Ja. Dit is het enige maar, stukje slapstick in de hele film. Ja, ja maar het leuke is, maar daar heb je het stukje daarvoor en daarna ook voor nodig, dat ik het heel knap vind hoe daar echt gewoon... Als jij voor het eerst bij je toekomstige schoonfamilie, in ieder geval de familie van je partner thuiskomt, ja, hoe dat is. En iedereen probeert je welkom te laten voelen. Maar de sfeer die in de scène daarvoor en daarna is neergezet, is echt dat je denkt, dit is echt een hele gezellige, warme familie waar ik wel bij wil horen. Het rommelt door elkaar en ja. Je ziet ook dat er wordt geïmproviseerd. De casting is fantastisch. Het is namelijk heel erg een oud geldfamilie. Ja. Dat zie je ook in de casting terug gewoon. En de kleding en de setdressing, alles is daar. Je voelt het meteen. En zij is een linkse advocaat die bij een groot geldbedrijf komt om de boel misschien even te veranderen en aan te pakken en het een keer anders te doen. Ik vond het ook een hele leuke film, moet ik zeggen. Want ik ging, ondanks alle clichés en alles wat ik denk ik als een beetje linkse intellectuele filmmaker wel, bla bla, vond ik het toch leuk om naar te kijken en snapte ik het allemaal. En dat vond ik ook weer heel goed gedaan. Dus net als met Zoof ergens. Misschien ben ik ook wel gewoon een sucker voor romcoms. Dat kan ook, hè? Maar wat ik hier weer heel goed aan vond, is dat door de hele film door de casting gewoon klopt. Het is gewoon perfect. En de dame die hier de secretaresse is van de... Anneke Blok? Ja, Anneke Blok. Die zit ook weer volgens mij in die andere film. Fantastisch. Moeder van Zoof. Ja, daar is ze ook fantastisch als moeder van Zoof. Ja. Ja. Nou, maar wat je zegt is ook een beetje het probleem wat de film had door de titel, en dat is gewoon echt onze eigen schuld. Wat is dan liefde? Denken mensen, oh my god, hoeveelste romcom komt er nu weer aan? Ja. Terwijl als je de film ziet, dan zie je, dan natuurlijk, het bedient het genre, maar je kan een genre bedienen met al zijn kwaliteiten. Dan hoeft het niet een liefdeloze, doorheen gerouste film te zijn. Nee, het is echt nee. Gewoon binnen zijn genre echt een hele goede film, maar we hebben helemaal onze eigen schuld. Heel veel mensen gewoon afgeschrikt met de titel. Ja. Je denkt, nou ja, laat maar even zitten deze. Ja, ik ging hem ook kijken omdat ik jullie hier ging ontmoeten. En niet omdat ik dacht, wat leuk, weer en alles dan Liefde 4. Alles is Liefde 4. Ja, dat is jammer. Maar het was een leuk film. We kunnen nog wel heel lang doorgaan. Het is al bijna 10 uur. Ik wil even weten of er nog vragen zijn uit de zaal. Of jullie nog iets willen weten. Of is het allemaal, ja, Wart. Ik zal de vraag even herhalen voor de opname. Wat is jullie visie op de toekomst van film? En wat is de invloed van corona daarop? Denken jullie dat er echt iets blijvend veranderd is? Of gaat alles weer terug naar het oude? Ja, dat is, helaas zien we wel dat corona, COVID, in heel veel culturele sectoren, maar ook clubs, festivals, dat je ziet dat er minder bezoekers komen. Alsof we vergeten zijn hoe het werkt of zo. En ik denk dat het ook wel klopt. We zijn natuurlijk, het duurde heel lang voordat we aangepast waren, maar uiteindelijk waren we wel aangepast. Dus misschien duurt het ook weer even voordat we weer terug
aangepast weer de hort op gaan en naar de bioscoop gaan met z'n allen. Helaas zie je dat gewoon in de bioscoopcijfers terug. En het helpt natuurlijk niet dat je streamers, en we zijn ook blij met streamers, dus het is een beetje een haatliefde, maar ja. Het helpt voor de bioscoopcijfers niet dat er streamers zijn, want dan heb je een Prime en een Videoland en een Netflix abonnement en dan is het vrijdag en dan ben je moe en dan denk je, nou ja, weet je wat, kijk wel even wat ik hier kan zien. Dus dat is heel jammer, want volgens mij moeten we ook, volgens mij is de ervaring van bioscoop is weer een andere ervaring, dus het zou jammer zijn als we dat vergeten. Het zou misschien gewoon een generatie overheen kunnen gaan. Ja, ik weet het niet zo goed. We kunnen niet in een glazen bol kijken, maar ik hoop heel erg dat we dat weer gaan herontdekken en dat we ook weer weten, oh ja, fysiek ergens met elkaar film kijken, dat is gewoon heel anders en het napraten. Maar de toekomst zit voor mij ook wel echt heel erg in streamers en in series dus. Want streamers zitten meer op series. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die ontwikkeling. En ga daarop inzetten in ieder geval de komende tijd. Dus dat zou ook mijn advies zijn. Als je een goede korte film hebt of zo, dan kan het natuurlijk juist dienen als een pilot. En dan kun je daarna pitchen naar een serie. Ja. Helder. Ja. En jij? Wat denk jij? Ja, ik ben het helemaal met Nienke eens. Ik denk dat een filmtheater van bioscoop nooit verdwijnt. Maar dat we ook moeten accepteren dat de wereld van hoe kijk je content mag ik niet meer zeggen. Want dat is, was een heel artikel in Filmkrant over het woord content. Maar hoe kijk je verhalen, hoe kijk je films? Ik denk dat, nou ja, wat Bart vraagt, gaat definitief het landschap veranderen? Ik denk het wel. Er is nu een 40% bioscoopverlies, maar dat is ook bij muziekfestivals, et cetera. Ja, theaters. Dat clubs, is overal in de culturele sector. Ja. Ik denk dat het wel weer iets gaat aantrekken. Ik merk het zelf ook. Mijn hele normale go van naar het bioscoop gaan is gewoon niet terug. Inflatie helpt er ook niet bij natuurlijk. Nee, maar dan is bioscoop vaak nog het goedkope alternatief voor een avondje uit. Ja, dat klopt. He, als je het vergelijkt met een muziekfestival of een theater of een concertbezoek. Ja. Ik denk dat de verhouding toch wat schever zal liggen. En dat is, ik weet niet eens of dat zonder COVID niet ook zou zijn geweest. Nee. Het ging al niet. Ja, nou, nee, ik heb het laatste al opgezocht. Het ging juist vlak voor COVID weer wat omhoog in de bioscoop. Dus dat dan weer wel. Ja. 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 Wat daar de reden van is, kan natuurlijk gewoon 2-3 goede films zijn. Ik bedoel, dan voordat je, als je een paar klappers hebt, dan zijn de cijfers weer net iets. Ja. Een paar duizend mensen hoger, maar ja. Maar als je nu kijkt wat er allemaal wordt gemaakt, en ook op Nederlandse bodem, ik vind de kwaliteit echt enorm hoog op het moment. Ja, en vroeger was, hoe lang is dat geleden? Maar als je dan naar de Nederlandse film kijkt, dan was het, het acteert net niet goed genoeg. En ja, je denkt altijd, bij wijze van, als iemand een film in Zweden, je weet niet hoe die mensen normaal praten, dus je denkt meteen dat het goed is. Maar inmiddels heb je dat ook bij Nederlandse films, dat het gewoon goed is. Ja. Dat vind ik ook echt een verademing. Ja, ik moet wel zeggen dat, ik hoor dat vaak van Nederlandse film, maar ik denk wel dat er een verschil is met wat je dan op tv zag vroeger. En als je naar filmfestivals ging, dan, want ik denk dat die kwaliteit eigenlijk er altijd al was. Kijk maar naar wat Hanneke al 20 jaar geleden al produceerde. Dan, ja, dus dat waren ook goede films. Ja, dus het was er wel, maar misschien minder bekend. Want Cloaca was echt op dat moment een soort openbaring. Van, zo kan het ook. Zo kun je ook je emotie laten zien op het doek. Exact, dus het was wel anders dan de meeste films op dat moment. Ja, maar ik denk wel dat het nu meer mainstream geaccepteerd is dat je ook naar Nederlands drama kijkt. Ja. Want nu is het niet alleen maar, we gaan naar de bioscoop als er een nieuwe Batman uitkomt, maar we gaan ook naar de nieuwste van Warmerdam. Ja. Of we gaan ook naar. Dus we zijn misschien ook wat bewuster geworden. Maar ik hoop dat we gewoon blijf allemaal naar de bioscoop gaan, zou ik zeggen. Documentaires doen jullie niet heel veel? Nee, we hadden een documentaire tak en die hebben we een jaar of 8 geleden. Die werd geleid door Janneke Dolaert en die was, zoals ze dat zelf altijd zei, echt eraan toe om het nest uitgeschopt te worden. Die was volwassen geworden. Ja. En zij heeft zich toen eigenlijk met de documentaire tak afgesplitst. Ze heet nu Doxy. Oh ja. En wij staan nog steeds open voor documentaires, maar het is niet iets waar we zelf actief naar op zoek gaan.
Ja, omdat documentaire is natuurlijk wel echt, daar is Nederland al jaren goed in. En ja, steady maar ook. Daar is dus ook echt geen droog brood in te verdienen. Nee. Zijn er nog vragen? Saskia? Ja, mag ook zo. De vraag is of de omroepen proberen de invloed, een grote invloed uit te oefenen op de inhoud van de film. Ja, ik denk dat, goede vraag, maar ik denk dat de vraag inderdaad nog, als je hem nog breder bekijkt, is het als het een financier is. Het kan dus of een omroep zijn, of een streamer, of het filmfonds, of nou ja, misschien een private investeerder. Een distributeur, think outside the box, maar dat, in ieder geval alle mogelijke manieren van financiering. Zodra je geld geeft, zou je natuurlijk ook willen samenwerken. Dus in dat er zou altijd een wisselwerking moeten zijn. En dat je samen achter het product staat. Maar als het goed is, wil je dat natuurlijk ook. Je wil ook niet dat degene die geld heeft geïnvesteerd en daar ook weer uit de investering probeert te halen, dat hij niet blij is met het product. Dat zou je ook niet willen, ook als het niet contractueel is afgesproken. Dus. Ja, je kan natuurlijk als maker kan je ook je film maken en hem dan verkopen. Maar dan. Nou, dat is dan. Daar krijg je 7.500 euro. Ja, dan krijg je een paar duizend euro. En dan. Ik zou dat minder snel doen, ook als maker niet. Omdat. Omdat je gewoon ook heel veel hebt aan zo'n samenwerking. Want. Kijk, feedback is lastig, maar ik denk dat je als maker ook enorm veel leert van wat wil ik wel en wat wil ik niet. En het is echt niet zo dat een financier dan zegt, dit is gewoon hoe het moet. En anders komt het niet op de... Ja, uiteindelijk, als je echt een conflict hebt, maar dat moet je dus proberen te voorkomen, dan is er wel iemand die het laatste woord heeft. Maar eigenlijk is het meer van, joh, zou je dit eens niet proberen? Zou je dat eens niet proberen? En dat is alleen maar heel goed, denk ik. Dat je zulke gesprekken voert. Ja, en daarmee eens. Een omroep zit ook altijd voor een heel klein stukje in een film. Dus die zijn dan ook heel bescheiden. Dat is heel anders bij een dramaserie. Dat wordt bijna altijd voor het grootste gedeelte gefinancierd vanuit de omroep. En daar drukken ze echt wel hun stempel op het project. En ja, dat kan goed gaan. En kan dat je gillend wegloopt gaan. Ja. Hier was nog een vraag. Het verhaal, ja. Welk verhaal is het meest bijgebleven van de films waarin jullie hebben gewerkt? Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Want je houdt natuurlijk van elk kind. ik wil niet zeggen, dit is mijn lievelings. Maar, even nadenken. Ik denk dat de film die ik onlangs heb geproduceerd, De Drie Musketeers, dat was dan vlak voor Keyfilm. Maar het is zo'n gekke, experimentele film. Dat maakproces was zo ontzettend leuk. Want het was met theateracteurs. En die kunnen, normale acteurs. Acteurs zijn natuurlijk überhaupt goed in improvisatie. Maar als je theater doet, dan word je getraind op dat je op toneel altijd moet kunnen veranderen of inspringen. Dus we hebben ook heel veel met improvisatie gedaan tijdens het maken. En dat was wel heel leuk, omdat... Ja, experiment aan te gaan en te zien wat daar als samenwerking tussen de cast ook kan ontstaan. Want ik denk dat ook weer iets heel nieuws kan brengen. De film is ook online terug te zien. Ja, op NPO Start kan je hem terugzien van Bien en Farah en Sam de Jong, de warming. Wat voor jou? Ja, ik vind het echt wel een goede vraag, want het is echt heel ingewikkeld. Maar jij vraagt wel heel specifiek naar het verhaal, hè? Niet zozeer naar wat is je lievelingsfilm? Of ja, er zijn zoveel redenen om een stukje trots op een film te zijn. Of te denken, oh, en daarom zal ik hem nooit vergeten. Maar het verhaal dat me bezig is bijgebleven. Ik denk toch een van de eerste films die ik produceerde. Dat was de film De Tweeling. Omdat het voor mij eigenlijk de eerste kennismaking was met... Dat je met een verhaal iets groters kunt vertellen dan het verhaal zelf. Dat verhaal ging over twee zusjes die heel lang, heel jong, toen ze waren gescheiden werden... De een groeide in Duitsland op en de andere in Nederland, maar het was wel tijdens de oorlog. Dus ze stonden eigenlijk Nederland tegenover Duitsland. En het verhaal geeft eigenlijk de boodschap mee. De een is niet goed en de ander slecht. Alleen in het ene land waren slechte mensen, in het andere land waren ook slechte mensen. Maar het is niet
dat daardoor alle Duitsers zo en alle Nederlanders zo zijn. Dus ik denk wel dat verhaal, omdat dat voor mij de eerste kennismaking was met dat je iets meer kunt doen dan entertainen en dat je iets groter kunt vertellen. En ja, daar, die film heeft natuurlijk heel goed gedaan en ik zat daar in het Four Seasons in Hollywood met de Oscars en hey, die ontplofte helemaal, die film. Ja. Mooi. Nou, dan denk ik dat het tijd is om te gaan borrelen zo meteen. Ik wilde nog wel even verwijzen naar onze volgende edities. Ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor dit hele fijne gesprek en kennis mochten maken met Keyfilm en hopelijk in de toekomst ook dat er wat filmmakers naar jullie toe komen vanuit Groningen. Met zeker. Ideeën. Zeker, graag. We hebben op 27 mei in het animatiefilmfestival Framed een filmclub special met Bart Wamsteker die hier zit en Aline Bruins. Het gaat over geluid in animatie, geluid, sound design. Dus dat is onderdeel van die industry dag. En de volgende filmclub gaan we met opkomend talent praten. Marit Gerdanus, Ravi Sandberg en Okkie Poortvliet. Stuk voor stuk interessante filmmakers die op een andere manier nieuwe verhalen vertellen. Wil je lid worden van de filmvereniging of alleen maar de nieuwsbrief ontvangen, dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar filmverenigingGroningen.nl en daar kan je het invullen. Daar ligt ook een formuliertje. Daar kun je ook je e-mailadres op achterlaten als je de nieuwsbrief wil ontvangen. Ik wil Roxanne Schijper ontzettend bedanken. Ronald Moerman voor het geluid. Het Grand Theater voor de gastvrije ontvangst altijd. Ook achter de bar. En we zijn heel blij dat we hier alweer 35 filmclubs hebben mogen doen. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Dank. Mm.